Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wou vandaag nog even mijn nieuwe tarot kaartendek tjouwen. Deze dus. Dus mijn nieuwe tarotdek. Helemaal mijn ding, dat heeft met de druïden te maken, met de Kelten, zo'n Keltische sfeer. En ja, ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en ik ben dus hiervoor gegaan. Ik zal nog even een aantal van deze kaarten laten zien aan jullie. Dus dit zijn ze. Ik heb het deck net aangekregen. Dus het is nog heel erg nieuw. En ja, ik laat het speciaal voor jullie nu als eerste zien. Ik heb er nog niet mee gewerkt. Maar ik wou deze toch graag tonen aan jullie. Dus ja, het zijn ook weer prachtige afbeeldingen. Heel erg die Keltische sfeer die er heel erg aan verbonden is. Dus eigenlijk helemaal mijn ding. En zo dat middeleeuwse sfeer hangt er ook wel aan. Ja, het zijn echt prachtige kaarten. Ik ben ook weer heel erg blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd hierin. En zo de juiste keuze heb gemaakt. Volgens mij zijn het ook echt wel prachtige, fijne kaarten om mee te werken en om een legging mee te doen. Gewoon al er naar kijken geeft voor mij al een heel erg rustig en een heel erg fijn gevoel. Ja, echt prachtige kaarten. Zijn er ook weer heel veel, zoals dat jullie kunnen zien. Maar ook zoals dat jullie kunnen zien, zijn het echt wel prachtige afbeeldingen. En je ziet echt duidelijk die middeleeuwse en die Keltische sfeer hierin. En de prachtige afbeeldingen. En heel veel de natuur en zo, die heel erg naar voren komt in deze mooie kaarten. Ik kan het dus echt wel iedereen natuurlijk nog wat aanraden. Het is heel fijn en heel bijzonder om met zo'n kaarten leggings te doen. Het is heel makkelijk aan te leren. De info van de kaarten staat vaak in het boekje beschreven. Dat er meestal bij zit bij zo'n kaartenset. En op die manier kun je dus de info van de kaart te weten komen wat de kaart betekent, waar deze voor staat.
het is heel erg uitgebreid. Maar ik dacht, ik kan ze toch nog even laten zien aan jullie. En we zijn rond. Zo. Dus dan heb ik mijn nieuwe kaartencel laten zien aan jullie. En ja, bedankt voor het kijken. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefs van mij.